We zijn hier bij de persconferentie van Tesla, in Tesla Motors in Tilburg, bij de fabriek. En we gaan nu kijken naar de Model X. Ik bedoel, ik heb hem nog nooit gezien. Ik heb hem wel gekocht. Al heel veel filmpjes zien, maar nu ga ik een beetje live kijken. Kijken of ik er verliefd op kan worden. Kijk, nou maak eens even een mooie opruiming. Kijk, zie die vleugeltjes. Ja, dit is wel echt magistraal, hè, deze dingen. En er kunnen hier dus 7 mensen in. En het is wel heel leuk. Maar goed. We hebben bijna een mooi uitgemerkt door de deur. Had ik bijna de eerste klap te pakken van de Falcon Doors. Ik had deze knop willen vinden. Kijk, hierachter kunnen dus 2 mensen zitten. Nou, en ik zit eigenlijk best wel oké. Ik bedoel, het is niet super ruim, maar ik zit hier oké. En hier zit een knopje waarmee ik dus de volgende deur kan doen. En dan kan ik eruit komen. En dan kan ik rechtop staan. Nee, niet te dichtbij, anders hoor je me niet, Jeroen. Je hoort me niet, want het is hier gewoon zo druk. Dan ga ik even erin zitten, want ik wil vooral zien het gevoel wat je hebt in die cockpit. De deur gaat automatisch open als je aankomt. Zo, ik zit eindelijk in de Model X, de auto die ik al heb gekocht. En ik probeer of ik verliefd kan worden. Als ik op de rem trap, dat is wel aardig, bam, dan gaat de deur automatisch dicht. De voor- en de achterdeur gaan, de voordeur gaan dicht. En wat eerst wat opvalt, ik zit wat hoger op de weg dan bij de Tesla Model S. En dit hierboven, ik weet niet of dat kun je niet zien, maar dat is echt een ongelooflijk grote ruit. Het is echt één grote ruit. Ik ben net alsof ik in een helikopter zit en waar ik om me heen kijk. Dat is wel echt een waanzinnig gevoel. En ik heb hier dus dit enige scherm. Wat anders is natuurlijk die Falcon Doors. En het is wel leuk om die op een gegeven moment dicht te doen. Aan jouw kant en dan deze kant. Ik doe nou deze deur dicht. Hop. Ja, dat is toch wel echt een dingetje, hoor. Om geen de deur zo open te doen, dat is echt een waanzinnig iets. En dan wil ik hem ook weer open doen. En dan gaat hij weer open. Dus ja, dat zijn de 2 grote dingen. Je zit hoger op de weg. Je hebt die Falcon Doors. Dingetje. Laten we even aan de achterkant, de buitenkant gaan kijken en even achterin gaan zitten. Elon Musk was 2 jaar te laat met deze auto. Die was eigenlijk in 2012 geannonceerd, zou in 2013 komen, 14, 15 en eigenlijk komt hij in 16. En dat komt heel veel door deze deuren. Want als je deze deur open wil doen, bam, ja. Dan gaat deze deur heel speciaal open. Hij kijkt ook op een gegeven moment of er niemand in staat, of die niet tegen het plafond aan gaat. En dit openmaken, dat heeft al zo het auto 2 jaar vertraagd. Omdat Elon Musk een leuk ideetje had. Dus hij is nooit zo op tijd. Waarom is dit nou zo lekker, zo'n deur? Omdat als je gewoon naar binnen gaat, je stapt gewoon in. Hoppakee. En je zit gewoon echt heel comfortabel. Het is wel een heftige gimmick. En ik kan hier gewoon staand, kan ik hier naar binnen toe. Nou, in de derde rij is dat natuurlijk helemaal geweldig. En daarna gaat hij weer terug. Ja, en om nou te zeggen dat ik hier ongelofelijke beenruimte heb, maar je ziet, ik kan hier wel zitten. Hoe vind jij het zitten? Ik vind het heerlijk zitten. Ja, je vindt het helemaal niet erg om in de derde rij te zitten? Nee. Ik vind het nog ruim genoeg, hoor. En hoe lang moet je nog wachten voordat je deze mag rijden? Ik heb geen idee. Hoe oud ben je? 13. Ja, dus nog 5 jaar. Maar dan tegen over vijf jaar, dan rij je die auto's eigenlijk wel automatisch. Denk je dat je ooit nog een rijbewijs moet gaan halen? Ja, ik denk het wel. Ja? Het gaat niet zo snel. Nee. Je vindt het nog wel leuk om zelf te rijden of vind je het leuker als de auto het zelf doet? Nou, auto zelf, dan kan je lekker relaxen achter het stuur. Ja. Ja. Maar het leukste vind ik aan deze Model X is toch wel deze ruit. Dat gevoel van gigantische ruimte dat je eigenlijk hebt alsof je in een helikopter zit. Dat is heel erg mooi. Ja, en die deuren, dat is toch wel de gimmick. De eindeloze gimmick. Het heeft even geduurd.
Bij de Model S had Elon Musk dat idee van die portieren waar op een gegeven moment de handvaten eruit kwamen. Dit is een beetje meer dramatisch, die deuren. En daarom heeft het ook wel langer geduurd. Ik vind hem eigenlijk niet onaardig om te zien. Hij is, de Model S is mooi slanker en is wat sportiever. Maar ik vind hem niet... Ik bedoel, voor het uiterlijk hoef je hem niet te kopen. Het is echt gewoon vanwege die deuren, vanwege volwassenen. En omdat er autopilot in zit. Mijn Tesla heeft geen autopilot. En daardoor koop ik een nieuwe Tesla. Dat is echt wel bizar voor woorden. Autopilot, wat houdt dat nou in? Oh, autopilot is dat ding gewoon als je Amsterdam uitrijdt en je gaat naar Groningen, dat hij dat helemaal zelf doet. Dus als je op de snelweg rijdt, dan rijdt hij gewoon van afrit naar afrit, rijdt hij gewoon zelf. Hij stopt voor andere auto's, hij stuurt gewoon, hij zorgt dat hij netjes binnen de lijntjes blijft. Jij kunt gewoon WhatsAppen terwijl je achter het stuur zit. En dat heeft elke Tesla sinds september 2014. Ik heb een jaar eerder die auto gekocht, dus ik heb dat niet. En voor de rest is dit een mooie auto. Kijk, je zit een beetje hoger. Kijk, hier, als je hier zo binnenkomt, dan zit je... Je gaat niet naar beneden. Bij de Tesla Model S moet je echt een beetje naar beneden. Deze staat hoger op zijn benen. En dat is echt... En dat is wel heel erg lekker, moet ik zeggen. En voor de rest is het uiterlijk lijkt helemaal hetzelfde. Je hebt iets meer hier in het midden. In het midden hebben ze nu... Je hebt nu eigenlijk gewoon ook een heel belangrijk iets is dat je nu cupholders hebt in de Model X. Je hebt gewoon 135.000 euro, maar dan heb je ook wel twee cupholders. En dat is ook wel echt gewoon cool dat je dat erbij krijgt. En voor de rest, dit scherm is natuurlijk hetzelfde. Mijn eindconclusie over de Model X. Ik vind die deuren echt wel gewoon, daar ga ik heel veel plezier van hebben. Om die deuren, eindeloos die mensen die met die deuren gaan interacteren. Dat is toch gewoon een gadget wat gewoon wel heel erg leuk is. Wat ik eventjes weer laten zien. Hop. Dat blijft volgens mij in de komende jaren gewoon onwijs leuk. Is dat nou de moeite waard om 135.000 euro te betalen, terwijl ik al 95.000 euro voor mijn Model S heb uitgegeven? Waardoor ik dus gewoon nu die moet inruilen. Dat kost me 20.000 euro. Dus moet ik 65.000 euro, moet ik al gewoon 65.000 tot 55.000 euro moet ik bij gaan betalen. Is dat de moeite waard? Voor een normaal persoon zou ik zeggen nee. Absoluut niet. Maar als je het laatste wil hebben, het nieuwste, dan is het wel leuk om ermee aan te komen. Mensen vinden dat toch wel heel erg leuk. Maar ik vind de Model 3, die 35.000 euro gaat kopen, vind ik eigenlijk veel interessanter dan de Model X. Dit is een hele hoop leuke gimmicks. Handig als vervoermiddel, handig om volwassenen te vervoeren, handig als taxi. Voor mij als trendwatcher is het leuk om het laatste te hebben. Maar als je gewoon een Model S hebt, heb je eigenlijk gewoon weinig reden om dit ding te kopen. Maar ik vind het wel weer knap dat hij toch weer zo'n apparaat maakt waar gewoon zoveel leuke nieuwe dingen in zitten. Dus ik ben wel tevreden. Ik blijf hem kopen.